En nu de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. De avond en nacht is het droog in het noorden, terwijl in het zuiden perioden met lokale buien, soms met onweer en windstoten, zullen voorkomen. Aan het einde van de nacht ontwikkelt er plaatselijk nevel en of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen, 29 december, zal mogelijk het in de ochtend een lichte bui op enkele plaatsen voorkomen. In de middag en begin van de avond komen er op sommige plaatsen perioden met lichte tot soms matige buien, mogelijk met onweer. De meteodienst waarschuwt dat morgen in de middag een matige onweersbui mogelijk is, die gepaard zal gaan met windstoten.